spreken. Dat is nog inderdaad hetzelfde gebleven. Voorzitter, ik wilde ook de collega's complimenteren met hun medespeech en ook alvast aan de collega's die dat nog gaan doen. Ik hoorde de minister-president zeggen, ik hoop dat we in een land leven waar je fouten mag maken. En voorzitter, ik ben echt benieuwd hoe al die tienduizenden slachtoffers van het toeslagenschandaal naar die woorden hebben geluisterd. Hun was dat niet gegeven. De Nederlander vraagt van ons als Kamerleden om oplossingen te bieden voor problemen en uitdagingen. Maar omdat Rutte ons heeft voorgelogen, kunnen we het vandaag daar niet over hebben. We kunnen niet spreken over een uitweg en een nieuw begin uit de corona-ellende. Omdat Rutte heeft gejokt, kunnen we het nu niet hebben over de tienduizenden slachtoffers en hoe die zo snel mogelijk kunnen worden gecompenseerd. En vanwege de onwaarheden van Rutte kunnen we niet spreken over 70% van onze jongeren die tegen een burn-out aanzitten. Omdat Rutte het zich anders herinnerde, kunnen we nu niet spreken over 400.000 kinderen die in armoede leven en die zonder ontbijt naar school gaan. Over 4 miljoen Nederlanders die last hebben van racisme en discriminatie, moslimhaat. Over die 1 miljoen woningen die we nog moeten bouwen. Maar vandaag, voorzitter, is de mogelijkheid om af te rekenen met de leugens van Rutte of we ontwikkelen toch een soort groepsimmuniteit. We kunnen uitspreken dat het leiderschap van Rutte niet meer past bij deze tijd. En ik hoop dat mevrouw Kaag, die daar een uitgesproken mening over had in de verkiezingen, dat ook waarheid laat worden. Voorzitter, door onzorgvuldig en achterloos handelen heeft Ollongren een inkijkje gegeven in hoe het er achter de schermen aan toe gaat hier in Den Haag. En het is ontluisterend, het is onthutsend. We zien een meedogenloze Rutte die middels zijn oud-secretaris-generaal Ollongren en partijgenoot Joritsma en via zijn ambtenaren maximaal regie houdt op het informatieproces en het naar zijn hand wil zetten. Niets ontziend gaat hij af op zijn doel. En dat is zo snel mogelijk weer de macht herstellen. Machtspelletjes van de oude politiek in plaats van idealen. En het is een inkijk in de politiek op zijn lelijkst. En voorzitter, nog nooit hebben vier woorden het land zo in haar greep gehad. Positie, omzicht, functie elders. Het is al vaak gememoreerd. En voorzitter, en ik kan me zo voorstellen, we spreken er al vaak over, maar eigenlijk staat hier collega Omtzigt met een enorme mes in zijn rug. Zo heeft hij dat ook ervaren, zo heeft hij dat gisteren ook gezegd. En hij is kapot gestreden, hij is moe. En ik heb de eer gehad om samen met hem en collega Leijten op te trekken in de toeslagenaffaire. Ik heb de tegenwerkingen en de leugens van Rutte ook aan hun lijve mogen ervaren. En er zou eigenlijk, voorzitter, bij de functie van volksvertegenwoordiger een disclaimer moeten worden geplaatst. Je gaat langzaam kapot als je je werk goed doet. Het is slecht voor je gezondheid. Je zult worden tegengewerkt. U zult niet de informatie meteen krijgen, u zult dat nog heel vaak moeten vragen. En het kan zware gevolgen hebben. U zult vasthoudend moeten zijn en u heeft weinig vrienden. En ik weet nog dat het zowel voor collega Omtzigt, collega Leijten en voor mij pijnlijk was toen we in een weekend werden ontboden omdat we onderzoek wilden hebben naar of bewindspersonen konden worden vervolgd voor ambtsmisdrijven. Maar enige tijd later, voorzitter, deed de Belastingdienst zelf aangifte van ambtsmisdrijven. En eigenlijk is het een wonder dat Omtzigt het zo lang volgehouden heeft. Voorzitter, eigenlijk gaat dit niet over Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt, dat zijn wij. Dat is de controlerende macht. Het staat voor iets veel groters. En de vraag is, hoe gaat de macht Rutte om met tegenmacht? En dat is ongemakkelijk. En we zagen zijn eerste reflex. Wij gaan dit niet uitleggen. Er is niet gesproken over de positie van Omtzigt, dat heeft niemand gedaan. Hij sprak zelfs voor mevrouw Kaag. Want in die wereld van Rutte lig je nooit verantwoording af. We hebben gezien hoe de doctrine werkt. Niemand anders die dat beter kon uitleggen dan Pieter Omtzigt. Geen informatie naar de Kamer, geen uitleg geven. En als het echt niet anders kan, dan zeg je gewoon, ik heb daar geen herinneringen aan. Ook als dat maar een week geleden is. Voorzitter, in dat klimaat is het niet vreemd dat burgers worden vermalen en gediscrimineerd door de overheid. Een land waar de Belastingdienst en de politie etnisch kunnen profileren. En waar onafhankelijk kritische volksvertegenwoordigers moeten worden weggewerkt. Want als die controle op de macht niet goed werkt, dan kan die macht ongebreideld zijn gang gaan en vreselijk toeslaan. En voorzitter, als Machiavelli een tijd meegelopen had met Rutte, dan had hij zo'n aantal hoofdstukken kunnen toevoegen aan zijn boek De Heerser. Want we weten wat Rutte van plan was.
wegpromoveren. Veel te lastig in de Kamer. Pacificeer die ontzicht met een baantje. Vrij geïnterpreteerd, geef die man een functie elders. En tot slot, voorzitter, als Kamer moeten we de regie nemen. De formatie niet meer laten doen door de ambtenaren van algemene zaken, maar vertrekken vanuit de inhoud, want wij zijn hier gekozen om oplossingen te verzinnen voor armoede, voor racisme, het woningtekort. Dat is waar we voor op aarde zijn en daarvoor zullen we altijd de zittende macht controleren. Dank. Dank u wel, meneer Azarkan. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Den Haan namens...